roddel het goed. Leuke, leuke dingen. Het grote voordeel is wel eens lekker warm is een koe. Je armen zijn bijna te kort, Peter. Ja. Ik voel geen kalf. In Amsterdam is papegaai Lokko in de behandelkamer van dokter Karien. Oké. Ja, dat is gemeen, hè. Lokko die loopt al een tijdje met wonden onder zijn vleugels. En het probleem met wonden onder vleugels is per definitie dat het altijd een beetje smet. Omdat het natuurlijk niet mooi droog wordt. Omdat het altijd een beetje opgesloten zit. Daarbij is deze mevrouw alleen. Dus het is voor haar moeilijk om die vleugels ook. Want er moet zalf op om dat in de zalf te zetten. Want hij doet niet heel braaf zijn vleugeltje omhoog om haar te laten zalven. Dus het duurde nu wel dusdanig lang dat we besloten hebben dat we hem door de week opnemen hier. Om hem hier 3 keer per dag te zalven. En dan in het weekend met een verbandje naar huis te doen. Ja. I know. En nu moet dat verbandje er dus weer af. En dat is niet leuk. Hoewel de wonden er nog steeds naar uitzien, is er volgens dokter Karien wel degelijk verbetering zichtbaar. Nou, het is een stuk beter dan dat het was. Wat vind jij daarvan? Het is wel kleiner. Het is kleiner, toch? Ja. Wat ga je nu doen? Even die wond een beetje schoner maken. En daarna moet er zalf op. Oké. Zo. Wil je gelijk een foto maken ook? Dat is misschien geen gek idee. Maar hij is nu ook een beetje blauw, dus misschien dat we even rustig een beetje bij moeten laten komen. Dan maak ik even een knappe vent hoor. Ja, is allemaal niet zo leuk, hè? Is dit nou een speciale kraag of wat? Nou, dit heeft die mevrouw er zelf overheen gedaan. We hebben meestal deze kragen. En op zich vind ik dit helemaal geen gek idee, want hij kan zich dan zelf een beetje het idee hebben dat hij wat met zichzelf kan doen. En dan zit hij natuurlijk wel weliswaar gewoon aan dat stofje te trekken, maar hij heeft wel een beetje het idee dat hij wat kan doen. Ja, gaan we jou even op de foto zetten? Oké, even alles klaarzetten voor hem. Maar dit is een koe die geeft even tekort. En hij bekomt het vlees omdat hij tekort geeft, dat gaat samen. Ja. En dus als hij nou een kalver zit van een maand of 4, 5, dan kan hij net nog weg, denk ik. Of kan het al niet meer? Jawel, dat kan wel, maar het is een beetje... Peter wordt geconfronteerd met het dilemma voor de boer die koeien heeft voor de melk en voor het vlees. Als de melkproductie achterblijft, moet het dier plaatsmaken in de stal. Nou, rode zien. Dit is een koe die geeft niet zo heel veel melk. Dat betekent dat hij veel vlees vormt. En goed voor zichzelf zorgt. Deze koe die gaat wel richting 550, 600, misschien wel meer. Ik ben geen slager, maar er zit behoorlijk vlees aan. Dus als hij heel erg aan het eind van zijn dracht is, dan willen ze hem houden. Maar als hij nog niet echt, maar heel kort drachtig is, dan wordt hij overwegen ze om hem weg te doen. Want dan ze hebben ruimte in de stal nodig. En dan gaat hij een andere plekje zoeken. Om te kijken of een koe drachtig is, kun je soms hier voelen. Wat je dan doet, is je drukt het kalf weg. Dan kijk je of hij terugkomt. Ik voel niks. Nee, ik voel ook niks. Ga nu eventjes via de anus er even in. Dan kunnen we de baarmoeder voelen. Nadat alleen als het kalf heel groot is, ligt helemaal naar beneden toe. Is het minder makkelijk te voelen. Nou. Even de overbodige ontlasting. Ik vind het geen goed idee. Het grote voordeel is wel eens lekker warm is een koe. Je armen zijn bijna te kort, Peter. Ja. Ik voel geen kalf. Ja, er zit wel een kalf in. Ja. Maar geen groot kalf. Nee, dit is 3,5
3,5, 5 maanden. Okay. Meestal voelen we naar kalver als ze 6 tot 8 weken zijn. Dan ligt hij in het bekken, dat is makkelijker te voelen. Als ze groter worden, zakken ze verder naar beneden. En dan kunnen we er eigenlijk heel slecht bij. Maar er lopen bloedvaten van de rug naar de baarmoeder. En die kun je dan wel voelen. Mijn arm is te kort om echt het kalf zelf te voelen. Het is naar beneden gezakt. Maar die, tussen 3,5 en 5 maanden, die maat kun je dan nemen. En dan, maar het is niet mijn dagelijkse vak, dus dat heb ik ook gezegd. Ik wil best voelen, maar ik geef geen garantie. Dus hij is wel drachtig. Maar ik kan niet precies zeggen hoe lang. Dus 3,5, 5 maanden. Peters inwendig onderzoek heeft dus over het lot van koe 2522 beslist. Ze moet weg. Goed zo, hè. Yes? Ja? Nou, doei. En nu zei die mevrouw dat ze wat... Dat ze vond dat hij wat kortademig was na opwinding. En daarnaast dat zijn stemgeluid wat zwakker was. Wij vinden hem hier echt benauwd. Dus we hebben hem dus op de foto gezet. En op die foto is duidelijk te zien dat er vocht in zijn buik staat. Ja. Dit zijn zijn pootjes. En als dit allemaal vocht, terwijl je daar normaal heel veel detail hoort te zien. En ik kan wel een foto erbij zetten van een vogel... die er wel normaal uitziet. Dit is ook zo'n vogel, hoor. In tegenstelling tot dit. Dan hoor je hier dus het hart te zien. Met hier de kliermaag, spiermaag, darmpjes en hier een grote luchtzak. Dit gedeelte, dit driehoekje zijn zijn longen. En dan zie je dat bij Lokko je eigenlijk alleen maar vocht hierin hebt staan. En hier nog wel wat long hebt, maar geen luchtzakken meer. En dat is dus eigenlijk de reden waarom Lokko zo benauwd is geworden. Maar is het vocht intra-abdominaal of nee, intra-abdominaal? Rob, zeg eens wat, ben je het ermee eens? Andere kant even. Voor de zekerheid heeft dokter Karien haar collega Rob gevraagd om mee te kijken. Ook op de echo is dus duidelijk vocht te zien. Dat ziet er niet goed uit voor Lokko. Laat hem maar even los, want ik geloof dat anders... Ja. Terwijl Lokko weer teruggaat naar zijn kooi om bij te komen met extra zuurstof... overleggen Karien en Rob over wat te doen. Ze besluiten vocht en bloed af te nemen voor onderzoek. En is dat dan nog gevaarlijk voor zo'n dier als je ermee aan de gang gaat met puncties en zo? Als je met een dun naaltje op een correcte wijze puncteert op de juiste plek... is het risico van de punctie zelf eigenlijk minimaal. Het is wel zo, het is een benauwde vogel. Hij moet even worden vastgehouden voor het puncteren. Als je namelijk heen en weer beweegt terwijl je wordt gepikt, is het wel gevaarlijk. En het vasthouden beperkt hun een beetje in de adembewegingen en ook geeft natuurlijk wat extra stress. Dus het hanteren geeft bij benauwde vogels het risicootje. Het is klein, maar niet helemaal nul. Wat probeer je nu te vinden? Ik zit te kijken of ik ontstekingscellen vind of gewoon geen cellen. Maar ik vind best wel veel ontstekingscellen. En dan vooral één type. Wat kan wijzen op bepaalde ontstekingen. Maar kan ook wijzen op tumoren bijvoorbeeld. Lokko is nog naar Utrecht geweest, naar de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren. Daar bleek dat er te veel vocht zat in het hartzakje. Dat vocht is er nog wel uitgehaald, maar het mocht niet meer baten. Helaas voor Lokko. Wat een mooi is dit. Ja, het klopt. Wat is dit er voor een? Een edelpapegaai. Een edelpapegaai, ja. Oké. Okay. Hij komt uit Papua-Nieuw-Guinea. Daar leven ze oorspronkelijk. Kijk, hij is daar natuurlijk niet geboren, hij is hier geboren. Maar zijn soort komt oorspronkelijk daar vandaan. En wat is er met hem aan de hand? Hij heeft een scheurtje in zijn snavel. Ja, moet toch even verholpen worden. Want als hij verder naar boven scheurt, dan zijn we verder van huis. Dus gelukkig kon ik snel terecht. Oké, okay, nou, we gaan maar zien wat de dokter ervan vindt. Ja, precies. Goedemorgen. Zo. Hi, Nick. Rob, aangenaam. Met Milo. Ja. Er zat een scheurtje vanaf de punt van de snavel naar boven. Had hij nog helemaal geen last van. Alleen als je niks doet en erbij het nog een keer, kan het zijn dat het verder naar boven doorsplijt tot de plek waar het wel pijn gaat doen. Dus de plek waar het lever zit.
En dan krijg je natuurlijk ja, last met eten, last met klimmen. Kan ook echt heel, heel akelig worden. Zo. Wat kijk jij verlegen? Hé, hey, goeiedag. Verder gaat het goed met hem? Ja, hoor. Eet hij nog goed, ja, neem ik aan. Ja, ja. Drinkt normaal. Ja, zeker. Normaal. Ja. Actief gedrag. Ja, poept goed. Ja. Keurige ontlasting. Nou, dan gaan we eens even kijken. Bij papegaaien kan je heel vaak niet goed zien. Tenminste, wij kunnen niet zien wat de man en wat de pop is. Bij de eeuwpapegaai is het super makkelijk. De man is namelijk knalgroen en de pop is knalrood met paars. En het is zelfs zo verschillend dat ze tot, nou ja, vorige eeuw in het wild dachten dat er twee verschillende soorten waren. Ze dachten, er zijn groene papegaaien en er zijn paars rode papegaaien. Toen bleek ze bij elkaar te horen met een relatief laat ontstaan inzicht dat het gewoon één soort was. Omdat het zo ontzettend verschillend is. De snavel van vogels bestaat van binnenuit bot. Als je een schedel hebt, zie je echt het bot van de snavel. Daar zit een heel dun laagje weefsel en daaromheen zit horen. Het lijkt een beetje op het hoorn van je nagel. Het begint aan de basis te groeien en het groeit dan steeds verder door naar buiten. Dus als je een probleem hebt met de slijtage, wordt zo'n snavel, zit een nagel die je niet knipt, langer en langer en langer. Het puntje is gewoon heel kwetsbaar. Dan gaan we maar de snavel een klein beetje inkorten, waar uiteraard alleen het hoorn wegslijpt, zoals je nagel kan afknippen. Het leven blijft ver weg, wordt gewoon een mooi gezonde punt is. En dan mag hij wel lekker naar huis. In het puntje zitten geen pijnsensoren, dus we doen het eigenlijk zonder verdoving. Leslie houdt hem goed vast en met een heel ja, snel draaiend gekoeld boordje slijpt het puntje bij. Alsof hij even naar de manicure-pedicure gaat en daarna mag hij weer mee naar huis. Je ziet hier de barst lopen vanaf het puntje tot helemaal hier. En het leven loopt ongeveer tot hierdoor, dus ik kan dit stukje er veilig afslijpen. Het doet geen pijn, alleen de trillingen voel je natuurlijk wel door de snavel heen. Dus ik vind het wel gewoon een heel gekke sensatie. Dan scheuren ze precies helemaal uit. Dat betekent, Milo, dat je van me af bent. Nou, dat viel eigenlijk reuze mee. Zie je Milo denken. Mag ik terug naar de baas? Ga je, Milo. Even poetsen en nog even schudden, denk ik. Ja, dat is jou nou weer gebeurd. Ja, nou weer een mooi snaveltje, hé. Hey.